Dus Ad, wij zitten hier vanavond te samen nadat jij een zeer boeiende lezing hebt gegeven over het financiële debacle, het geldsysteem. En vanuit onze foundation hadden wij graag geweten, met betrekking tot die volgende generaties dan, wat dat gaat teweegbrengen in de toekomst. Wat is jouw visie op het huidige banksysteem, het financiële systeem, het geldsysteem? Misschien dat je even kan beschrijven van wat er volgens jou op dit moment aan de hand is en wat dat gaat betekenen voor de volgende generaties en hoe zij daar eventueel een oplossing kunnen maken. Wat is jouw visie? Ja, wat er op dit moment aan de hand is, is dat we een tot en met giftig systeem hebben. Dus het financiële systeem is giftig aan alle kanten en doodziek. En wat ik heel erg hoop, is dat wij met elkaar een betere mogelijkheid gaan creëren voor onze kinderen ook. En het is ontzettend belangrijk voor de generaties die komen, dus dat wij gaan ontgiften. Wij moeten dus onszelf gaan ontgiften. En dat is, begint met alle indoctrinaties die wij ons hebben laten welgevallen met betrekking tot geld, met betrekking tot onze geloofssystemen, met betrekking tot, noem maar op, gewoon alle, in alle aspecten van ons leven zijn we tot en met geïndoctrineerd en hebben we ons ook laten indoctrineren. Dus waar we mee moeten beginnen is ons daar als het ware vrij van te maken. En vrij van het begrip van schuld, wat vanavond ook aan de orde kwam. Hè. Dus dat niet zoiets is als... Het is natuurlijk heel merkwaardig, hè, van als je geld leent, dat je dan een schuld hebt. Hè. Terwijl schuld ook een heel beladen begrip is. Hè. Want iemand die schuldig is, die heeft iets fout gedaan. Mm-hmm. Hè. Schuld is met fout verbonden. Ja. Hè, dus om te beginnen kunnen we onszelf losmaken van het idee... En van dat als jij geld ergens voor gebruikt, dat je dan schuldig bent. Mm-hmm. En alsof je iets doet wat niet mag. Mm-hmm. En terwijl geld er eigenlijk alleen maar voor is om ervoor te zorgen dat er iets kan komen. En van iedere keer als jij een plan hebt, hè, van jij wil bijvoorbeeld een magazine op de markt brengen. Had ik maar geld, hè, want dan kon ik. Ja. Nou, die omkering, hè, van niet had ik maar geld, hè, maar ik heb een intentie. En die intentie die maak ik zo duidelijk en die maak ik zo krachtig dat ik gewoon daarin als het ware mensen aantrek en middelen en waardoor het kan worden verwerkelijkt. Ja. En dat, daar geloof ik absoluut in dat dat mogelijk is. Ja. En maar dan moeten we ons echt losmaken van de slavernij die wij hebben aan de afhankelijkheid van het geld. En het hele begrip van dat het gebruik van geld verbonden is met iets wat in feite fout is. Ja, men zegt dat de jongere generaties, de kinderen van deze tijd, heel erg gesteld zijn op het materieel. Ze hebben allerlei snufjes. Ze hoeven ook eigenlijk, zeker wat de westerse wil betreft, hoeven ze eigenlijk niet veel meer te doen om die te krijgen, om die te hebben. Mm-hmm. Wat zou jij ouders aanraden om toe te passen wat jij nu zegt? Je zegt dan, kijk, ja, we moeten dat ontgiften, we moeten die kinderen eigenlijk op een heel andere manier laten beginnen denken. Ja. Hoe zou jij dat aanpakken? Welke raad zou jij geven aan ouders? Nou, ik denk dat om te beginnen heel ontzettend belangrijk is dat wij als ouders, ik ben zelf natuurlijk op de grootvaderleeftijd. Mm-hmm. Ik heb geen jonge kinderen meer. Mijn kinderen zijn 34 en de oudste wordt 37. Dus dat zijn geen jonge kinderen meer, maar die hebben dus ook weer op een gegeven moment kinderen. En ik zou hopen, ik hoop, dat zij door hun eigen leven eigenlijk aan hun kinderen laten zien van het kan anders. Mm-hmm. Want waar in onze generatie, denk ik, vastgelopen is, is van wij hadden de idealen in de jaren 60, van we gaan het anders doen. Flower power, hippie, noem maar op. Ja, en op een gegeven moment
zijn wij allemaal in die maatschappij terechtgekomen. Hebben we onze materiële belangen gediend en ervoor gezorgd dat we het allemaal voor elkaar hadden. Huis, hypotheek, werken voor, om je hypotheek af te lossen en tegelijkertijd je idealen los te laten. Dus ik zou hopen dat de jongere generatie, dat die zijn idealen niet verliest. Ja. En dat die aan de kinderen laat zien en van het kan anders. Ja. En want alleen met een voorbeeld waarin kinderen ook kunnen zien van ja, het kan, dat spreekt aan. Als je zegt het anders te willen doen, maar je doet het gewoon nog op de oude manier, dan zijn kinderen niet gevoelig voor. Nee. En zeker niet kinderen van deze tijd. Ja. En dat kinderen echt onvatbaar zijn voor iets anders, nou, dat geloof ik niet. En ze worden wel helemaal ingepakt eigenlijk met allerlei zaken waardoor ze eigenlijk afgevoerd worden van, internet, Facebook is ontzettend oppervlakkig, het is allemaal oppervlakkig, het gaat snel of veel en het wordt allemaal aan de oppervlakte gehouden, maar het is absoluut niet waar, want ik heb zelf dus ook jaren in dat onderwijs gezeten, dat jongeren niet openstaan voor iets anders. Ze moeten er alleen in aangeraakt worden. En ze leven in een maatschappij waar je eigenlijk weinig positieve voorbeelden ziet. Ja. En dus het advies wat ik wil meegeven is van, geef een positief voorbeeld. Ja. Weet je, zie jij een verschil tussen Nederlandse jeugd en bijvoorbeeld Vlaamse jeugd, Belgische jeugd? Nou, ik ken niet zoveel Vlaamse jeugd, maar ik denk dat jeugd eigenlijk overal hetzelfde is. En ik denk dat kinderen van deze tijd heel snel kunnen leren. Vaak toch over een enorm vermogen tot begrip beschikken. Wat ze niet gebruiken gewoon, omdat de context daar geen aanleiding voor geeft. Maar als daar ruimte voor zou komen, dat die kwaliteiten naar buiten kunnen komen. Ik denk dat de jongere generatie ons dan enorm zou kunnen verrassen. Ja. Je hebt vanavond die lezing gegeven. Ja. Denk jij dat de inhoud van de lezing bijvoorbeeld ook, laten we zeggen, de tieners zou aanspreken? Nou, ik sprak dus de jongen die de opnames had gemaakt, die is iets ouder dan de tienerjaren, maar die vond het heel erg grappig, zoals hij zei, om ouderen op deze manier te zien spreken. En dat sprak hem toch wel erg aan. En hij zegt van ja, ik ben er zelf nog niet zo mee bezig geweest, maar ik ga er wel mee bezig door wat ik hier zie en hoor. Ja, ja. Dus dus weer van als wij een voorbeeld geven van we willen het op een andere manier doen. Ik denk dat de jonge generatie wel oppakt en die zegt, wat doen ze nou, die oude daar, waar zijn ze mee bezig? Eigenlijk zijn ze wat dat betreft een beetje verbaasd dat ze ons op deze manier zien leren, terwijl dat ze misschien al veel verder staan. Ja. 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 Waar wij verbaasd van staan, dat vinden zij daarna eigenlijk al passé, want het is al geschiedenis voor hen, zij denken al verder. Ja, maar dus dat ze er ook vorm aan kunnen gaan geven als duidelijk wordt van dat het ertoe doet. He, want dat is ook heel belangrijk, dat als het ware het geloof in van het doet ertoe, het is zinvol. Het leven heeft zin. En het is niet van maakt het uit. Ja. Dus dat gevoel terugkomt ook bij de jonge generatie. Ja. En van datgene wat in hun aan ideaal en verlangen leeft, dat ertoe doet. Ja. Tot slot, om af te sluiten, als de broer een levensmissie heeft, wat zal die zijn? Ja, mijn levensmissie is de laatste jaren van mensen te informeren en duidelijk te maken van dat zoals het nu is, dat wij in feite vermorzeld worden door een systeem en de krachten die achter dat systeem zitten en tegelijkertijd wil ik mensen ook duidelijk maken van het hoeft niet en we hoeven ons niet als een kudde vee te laten meevoeren, we kunnen het op een andere manier en we kunnen van onze eigen krachten uitgaan, maar dan moeten we wel gewoon
dat bewustzijn in onszelf gaan ontwikkelen. Ja. Ik denk dat we mogen zeggen dat je dat heel goed doet. Hmm. En ik wens je nog heel veel succes met hetgeen wat je doet. Oké.